Hij doet aan sport. Hij moet helemaal de bult op. Kijk eens wat een mooie we gevonden hebben. Die lag hier op de bosgrond. Die neem ik mee, want dat is een hele mooie. De zaden zijn er al uit. Maar als je heel goed kijkt, liggen er nog veel meer. Deze stoppen we even in de tas. Dat is wel grappig. Zo. Kom jongens, we gaan beginnen met een vlog. Heel gaaf jongens. Kijk eens even naar die zonnestand. Oh, wat schön. Mooi hè? Heel gaaf. Even kijken hoe ver die al is. Zo ver is die al met fietsen. Kijk eens naar die rond. Heel gaaf jongens. Al die beesten die je niet ziet. Deze hele rond hebben ze hier uitgedund, zeg maar. Nee, hier ligt alweer een mooie. Het ligt helemaal vol. Na die storm is alles eraf gegaan. Daar ook. Dat is een hele mooie, wacht. Ja, oh, die is heel mooi. Kijk eens eventjes hoe die eruit ziet. Gaaf. Wat de natuur kan maken, hè, zo. Allemaal perfecto's. Even stuntelen met de tas, jongens. Ik kon niet langer binnen blijven zitten. Ik denk, ik ga eruit, ik ga een vlog maken. En dit is het resultaat. Zo. Even kijken. Hier doorheen. Hoppa. Zo. Heel erg mooi, jongens. De zon gaat schijnen. Zie je dat? Nu zie je pas hoe mooi het bos uitkomt. En een blauw Nederlands licht. Ik hoorde ze net een keiharde kreet zo, van zo'n hinden of zoiets dergelijks. Ze kunnen opeens zo'n extreem geluid maken. En ook heel kort en heel heftig. Je ziet daar gewoon die rand lopen, zie je dat? Heel fijn. Dit is het pad. Het is een heel mooi aaneengesloten bos. Oh, jongens. Overal liggen die dingen op de grond, jongens. Kijk eens eventjes, de zon gaat schijnen. Wow! Hé, hey, wat is dat? Staat er nou een hooglander? Nee, dat zijn gewoon bomen. Een botje. En een paaltje. En die paddenstoelen die jullie daar zien, die verdwijnen allemaal in Nederland. Dat wordt allemaal via de app gaat, dat dacht ik. Of via je telefoon bedoel ik. En die dingen worden nou per opbod of zoiets al verkocht voor behoorlijk wat geld overal. Dus dat is ook wel grappig. Dat die dingen, iedereen wil zo'n ding in de tuin hebben of zo. Oh. Nu zie je pas als ik de camera draai, dat we gewoon het hele stuk gelopen hebben, jongens. We willen 10.000 stappen gaan maken. En dat gaan we zeker verbreken. Kijk, zo zien die dingen eruit die ik net gepakt heb. Als ze heel jong zijn. Dat is ook wel grappig om te laten zien. En hier zie je heel duidelijk dat ze dat hele stuk uitgedund hebben, zeg maar. Dit was vroeger ook een bosrand helemaal. Maar dit is nu het resultaat, zeg maar. Kijk even hier, jongens. Die zwarte rand erachter. Oh, wat ben ik blij dat ik er toch uitgegaan ben. Ik weet alleen niet wat ik vanavond ga klaarmaken. We hebben volgens mij friet. Maar om nou som en te gaan lopen en om dan friet te gaan eten. Het kan zijn dat we vanavond nog eventjes naar de winkel gaan. Voor 22 uur. Dat we misschien zo'n zak rucula halen. En dan van het saus eroverheen doen en dat gaan eten. Zo'n zak eet ik gewoon in één keer helemaal op. Ik had laatst niet dat die rucula gehaald. Maar dat andere, waar dezelfde in zitten, zuur. Oh, mijn gezicht vertrok gewoon helemaal. Ik denk, dat kom ik nooit meer. Dat gevarieerde sla is wel lekker. Maar dat, ja, waar gewoon één en dezelfde in zit. Dat is zo bitter. Oeh, ik moest het gewoon even zeggen. Kijk eens wat mooi. Wauw. Jongens, geniet even van dit moment. Overal bosbessen. Hier zitten zeker te weten zwijnen, jongens, in dit bos. Wauw. En vooral aan die randen, zeg maar, daarachter. Daar heb je zo'n rand lopen en dan lopen ze altijd doorheen.
Laatst zag ik er volgens mij 18 bij elkaar. Hé, hey. Dat is gaaf. Je zit helemaal vol, jongens. Af en toe wou ik dat je het voertuig, hebben we op een parkeerplaats staan, dat je die van punt A automatisch naar punt B zou kunnen brengen. Dan had je een heel stuk door het bos kunnen lopen en dan gelijk je auto weer in kunnen stappen. Hoef je niet helemaal terug te lopen. Misschien is dat wel handig voor de toekomstige de vliegende auto's, dat je dat gewoon per GPS kan instellen. Hé jongens, hier lag toen die fles Bols. Hallo. Ah, het wordt druk in het bos. Kijk, nu zie je pas hoe groen dat is. Ja, dit is dat stuk van die zwijnen. Hier lag toen die hooglander. Midden op het pad daar. En daar ligt hij wel eens vaker, want je kan zijn sporen nog zien. Ja, ze moeten helemaal omhoog. Jongen, dit is dat stuk van waar die zwijnen liepen, jongens. Een kabaal dat ze maakten, jongens. Wat gaan we doen, jongens? Ik hoop alleen niet dat er regen komt. Zo ziet het er wel naar uit. Oké, jongens, we gaan hier langs de bosrand lopen. En je ziet het, al die pollen van de bomen, waar mensen hooikoorts van krijgen. Die liggen allemaal op de grond. Die zijn allemaal door de regen en de storm zijn die eraf gewaaid. Ja, je ruikt ze. De zwijnen. Ze zijn er weer geweest. Oh jee. Het ligt helemaal vol, jongens. Kijk eens even. Jongens, als dit nog geen mooi bos is, dan weet ik het niet. Het is zo mooi groen geworden, jongens, na die regenbui. Hele lange tijd hebben we geen regen gehad. Toen was het aan het regenen. Toen was het zo nog een beetje rondom het vriespunt zo gekomen. Zo tegen het vriespunt aan. En nu heb je dit weer opeens. Ik heb thuis een rooster gemaakt. En als de keten gasdicht is afgesloten, zeg maar tussen haakjes, dan komt daar uit dat rooster altijd wind van buiten. En daar heb ik soms zo'n sensor geplakt die dan de luchttemperatuur meet en de luchtvochtigheid. En die zit op precies de goede plek. Op een andere plek wil ik hem ook nooit meer hebben zitten. Oh, daar was een beest. Dan moeten we alleen nog eens eventjes kijken of dat we voor de lens kunnen krijgen. Zo, kijk eens. Net na etenstijd. En dan gaan ze weer aan het sport doen. Pats, daar viel wat naar beneden. Ik hoor allemaal gekraak, jongens. Een specht maakt een ander geluid. Oh, kijk eens. Die twee hebben ze helemaal omgezaagd. Die zullen wel aangetast zijn door de storm. Wel mooi dat ze die gewoon laten liggen. Ah, hij is niet goed meer. Jongens, die bast. Oh. Hier moet je heel goed uitkijken, want dan lopen ze daar door dat struikgewas en dan hoor je ze, maar je ziet ze niet omdat ze een stuk lager zijn, die zwijnen. Dat heb ik al een paar keer hier meegemaakt.
Nou zal het nog wel iets te vroeg zijn, zeg maar. Alles, kijk eens jongens. Allemaal knoppen. Heel vers schoen jongens, het voelt heel zacht aan. Ik hoop dat ik die video kan terugvinden, dan zal ik de link ook wel verlinken. Onder deze video, dat ik hier op dit stukje zwijnen zie. En daar zit dus een roodborst. Even kijken of we die voor het beeld kunnen krijgen. Als die gaat zingen, nee, gaat hij niet doen. Nu weer wel. Nu is die te laat. Wow. Even kijken. Ja, dit soort bossen, dat mogen de zwijnen wel. Kijk goed hoe het eruit ziet. Kraak vandaan komen. Als je maar stil blijft staan. Alleen we zien niks. Ze vallen nu blijkbaar wel op omdat dat groene afwijkt tegen hun donkere kleur. Oh, dat was dus het geluid. Jongens, wat een mega bos, jongens. Ja, we horen wel degelijk een geluid. Even hierop staan. Even kijken of we wat kunnen detecteren. Of dat er toch iets ergens in het bos verscholen zit. Huh? Gaat hem denk ik niet worden. Geen idee wat het allemaal is, jongens. Ah, het komt van bovenaf. Oh. Groener kan het bijna niet, jongens. Dat is trouwens ook wel heel mooi dat dat groen zo mooi afwijkt tegen die donkerkleurige bomen. Je merkt er wel rond eten staat, jongen. Dat is helemaal stil wat in het bos. En nu komen de wielrennetjes weer. En wij zijn al uren aan het lopen. Wow. Die 10.000 stappen gaan we vandaag zeker halen. Wow. Jongens, echt prachtig dit. Waar je ook kijkt, overal bosbessen. Niet normaal meer dit. Eén groot tapijt. Dan is het jarenlang slecht gegaan met de bosbessen. Door storm en regen en al die dingen meer. En nu staat er opeens zo ontzettend veel. Maar echt iedere millimeter is bezet. Wow. En ook hier aan de andere kant. Maar dit bos vind ik niet zo mooi. Ik vind dit een heel stuk mooier eruit zien. Ik weet ook niet waarom. Oh. En ook hierboven begint het al helemaal mooi dicht te worden. Zie je dat? Nog heel even en dan is het helemaal gesloten. En dan laat de zomermaanden maar komen. Oh. Vind ik dit eigenlijk toch de mooiste tijd van het jaar eigenlijk. Maar goed. Zo gauw het dan weer zomer is, dan weet je ook dat het weer afgelopen kan zijn. Oh, dat is ook wel een stuk minder. Gaan we die kant in en hebben we zo een hele ronding gemaakt. En daar ging het eigenlijk om. Wow. Kijk dan deze hele bast, jongens. Die is helemaal aangetast. Al die stukken. Ze zitten nog wel goed vast. Nou jongens, wanneer krijgen we dat pad nou? Dan moet dat daar bij die boompjes wel niet zijn. Want je ziet daar die rand al lopen.
Kijk eens even, jongens. Wow, kijk eens even. Echt super gaaf. Wat een bos. Hier zie je heel duidelijk dat het allemaal is aangetast door de zwijnen. Hier lopen ze dus veel. Wow, hier begint het een heel stuk lichter te worden. Dit is nog niet zo heel lang geleden gebeurd. Kijk eens even. Dan gaan ze dadelijk rechtsaf en dan gaan we weer helemaal naar boven lopen. Dan kunnen we een heel mooi stuk filmen. Dat zeg ik jullie nu alvast. Eventjes kijken hoe het met de dingen gesteld is hier. Moet hij wel deze kant op komen. Oké, dus het begin van knoppen zitten eraan. Oké, het loopt hier een beetje achter. En ook hier lijkt het of het bos is uitgedund opeens. Heel vaag. We houden de lucht een beetje in de gaten, want het ziet er niet echt rooskleurig uit. Goed. Ja. Beesten, hooglanders. Oh, nu is de accu leeg, wat jammer.